Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de AVDR, waarin wij recente arbeidsrechtspraak bespreken. Vandaag komt de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 20 juni over het opvolgend werkgeverschap bij de ketenregeling aan bod. Ik ga dus stilstaan bij artikel 668a lid 2, zoals we die kennen. Daarin staat dat als er sprake is van opvolgend werkgeverschap, de arbeidsovereenkomst van de betrokken medewerker bij de opvolgend werkgever converteert in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als de ketenregeling is doorlopen. Nou, wat betekent dat nu ook alweer? Dat betekent dat als een werknemer in dienst is geweest bij een uitzendbureau of via een detacheringsbureau werkzaam is geweest bij een bepaalde werkgever en vervolgens in dienst treedt bij die werkgever, er niet opnieuw een zogenaamde ketenregeling ontstaat en hoeft te worden doorlopen voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, maar die werknemer direct of na enige tijd een vast contract krijgt, want de keten loopt als het ware door. Nou, dit is een voorbeeld daarvan. Die regeling kennen wij allemaal. In lid 6 van datzelfde artikel 668a staat echter dat je ook mag afwijken van die regeling van opvolgend werkgeverschap bij cao. Dus daar moet in de cao dan een afspraak over worden gemaakt en die afwijking mag zelfs ten nadele van de werknemer zijn. In deze uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden gaat het nu juist over de reikwijdte van die afwijkingsmogelijkheid. Dus daar ga ik nader op in. Het Hof Arnhem-Leeuwarden moest eigenlijk simpelweg de vraag beantwoorden of een werknemster in dienst bij de WU, de Wageningse Universiteit, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd had. Hoe zag die situatie er precies uit? Deze werknemster was in ongeveer september 2014 via een detacheringsconstructie onder andere werkzaamheden gaan uitvoeren voor deze universiteit. Een jaar later, dus medio september 2015, werd dat alleen nog maar werkzaamheden uitvoeren via die detacheringsconstructie bij de universiteit. Nog een aantal jaar later, dus dan zitten we ongeveer in 2020, begin 2020, bedacht de universiteit, nou, we gaan deze werknemer in dienst nemen. Dat deden ze op basis van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. Waarbij ze de werknemster ook hadden geïnformeerd van, nou, dit betekent dat er een nieuwe keten begint te lopen, hè, dus voor bepaalde tijd. En dat betekent ook dat na het aflopen van die tijd, dus dat was ongeveer een jaar, de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, tenzij we hem voortzetten. Op die arbeidsovereenkomst was de CAO voor de Nederlandse universiteiten, de CAO nu, van toepassing en in die CAO was nu juist gebruik gemaakt van die afwijkingsmogelijkheid. Daarin stond, of staat nog steeds, dat de regeling voor het opvolgend werkgeverschap bij de ketenregeling buiten toepassing wordt verklaard. Dat betekent dus simpelweg dat er dus voor die medewerkers weer een bepaalde tijdcontract ingaat en de keten opnieuw moet worden doorlopen. Die werknemster was het er niet mee eens, want op een gegeven moment, u raadt het al, de arbeidsovereenkomst wordt niet verlengd na het aflopen van de bepaalde tijd. Er wordt aangezegd en de werknemster zegt, ja, dat kan helemaal niet, want ik heb een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dus die gaat naar de kantonrechter om dat in rechten te laten vaststellen. Nou, de kantonrechter die gaat mee met de werknemster. Die zegt, ja, er is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan en wel om de volgende redenen. Partijen zijn het er met elkaar over eens dat de universiteit als opvolgend werkgever moet worden aangemerkt. Dus de werknemster was eerst in dienst bij de Randstad en vervolgens bij de universiteit. En heeft al die tijd ook werkzaamheden verricht voor de universiteit. Dus die universiteit is de opvolgend werkgever. Daar was geen discussie over. Dat betekent ook dat in principe als opvolgend werkgever de arbeidsovereenkomst inderdaad was geconverteerd in een van onbepaalde tijd. Maar waren het niet dat dus in die CAO gebruik was gemaakt van die afwijkingsmogelijkheid.
Dus de kantonrechter die beoordeelt dat en die zegt ja, het klopt. En die afwijkingsmogelijkheid in de wet is onbegrensd. Dus de wetgever heeft niet vastgesteld binnen welke kaders je daarvan mag afwijken. Die is onbegrensd. Maar, zegt de kantonrechter, als we naar de parlementaire geschiedenis kijken, dan volgt daaruit dat er alleen op verantwoorde wijze gebruik mag worden gemaakt van die afwijkingsmogelijkheid. En door dat opvolgend werkgeverschap volledig uit te sluiten, wordt er geen gebruik gemaakt van, niet verantwoord gebruik gemaakt van die afwijkingsmogelijkheid. Dus is die CAO-bepaling niet geldig en is er alsnog een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan, omdat we terugvallen op de wet. Nou, de universiteit is het daar niet mee eens. Die stelt hoger beroep in en die zegt van nou, volgens mij klopt dat niet wat de kantonrechter heeft gezegd. Het Hof moet zich dan dus weer uitlaten over de vraag of de arbeidsovereenkomst inderdaad onbepaalde tijd is of bepaalde tijd. En het Hof die gaat juist met de universiteit mee. Dus die zegt, het is juist dat de kantonrechter heeft gezegd dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap. Het is ook juist dat de kantonrechter heeft gezegd uit de parlementaire geschiedenis volgt dat je van de afwijkingsmogelijkheid die je in dat kader hebt onbegrensd en maar wel verantwoord mee moet omgaan. Maar, zegt het Hof, er staat nergens in de parlementaire geschiedenis dat het volledig uitsluiten onverantwoord zou zijn. Dat moet je dus gaan beoordelen. En dan kijkt het Hof heel duidelijk naar de uitzonderingsmogelijkheid. Er staat heel duidelijk, je moet het bij CAO overeenkomen. Dat betekent dus dat het primaat om van die afwijkingsmogelijkheid gebruik te maken ligt bij de sociale partners en we mogen erop vertrouwen dat de sociale partners in cao-onderhandelingen een weloverwogen besluit en keuze daarin maken. Dus we mogen er ook van uitgaan dat de sociale partners verantwoord met deze afwijkingsmogelijkheid omgaan. Het Hof gaat nog een stapje verder, want die gaat dit ook toetsen en die kijkt naar, naar het onderhandelingsakkoord en de toelichting daarop. En daaruit volgt dan dat de universiteit heeft afgesproken de bonden dat in principe de bedoeling is dat veel tijdelijke contracten worden omgezet naar vaste contracten, maar dat dit nu eenmaal een branche is waar ook een flexibele schil nodig is. En die flexibele schil is nodig om allerlei werkzaamheden op te vangen voor de bekostiging daarvan. Daar zijn dus goede redenen voor. Dat heeft gemaakt dat men dus nog steeds die volledige afwijkingsmogelijkheid in de CAO heeft laten staan. Er is dus een verantwoorde keuze gemaakt om die afwijkingsmogelijkheid te laten staan. Dan zegt de werknemster ook nog van ja, dit is eigenlijk dan nog in strijd met de richtlijn die juist moet het misbruik voor bepaalde tijdcontracten moet voorkomen. Nee, zegt het Hof, dat is het niet. We kunnen ons voorstellen dat het wat voelt schuren daarmee. Maar die richtlijn is gewoon in Nederland geïmplementeerd in artikel 668a en dat is op een goede manier gebeurd. Dus misbruik is er niet. Dan kijkt het Hof nog wel naar de vraag, is het dan nog naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar voor deze werknemer zodat het zo is gelopen? Dan houdt het Hof rekening met de persoonlijke omstandigheden. Het feit dat zij bijvoorbeeld bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, althans een aantal jaar daarvan af zit. Het feit dat welke functie zij uitoefent, et cetera. Dus er wordt rekening gehouden met haar persoonlijke omstandigheden. En dan komt het Hof tot de conclusie dat zij niet onredelijk wordt benadeeld in deze. Kortom, ook het Hof, juist het Hof komt tot de conclusie dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in deze situatie. Nu is het zo dat de feiten ook nog verder gaan en die zeggen van nou goh, de medewerker is wel blijven werken terwijl de arbeidsovereenkomst is afgelopen. Nou, daar hebben partijen wat afspraken over gemaakt, daar ga ik nu verder niet op in. Maar wat leren we hier dus van? 1. Kijk altijd goed in de CAO of er afwijkingsmogelijkheden of daarvan gebruik is gemaakt van die afwijkingsmogelijkheid. En check dus ook de parlementaire geschiedenis, maar ook eventueel het onderhandelingsakkoord. De toelichting daarop lijkt dus heel erg belangrijk te zijn voor dit soort situaties. En 2. Zorg er toch voor dat alle werkgevers de administratie op orde hebben in het kader van de aanzegging. Want dat is bij opvolgend werkgeverschap natuurlijk nog belangrijker dan
dan ooit. Want anders converteert de arbeidsovereenkomst dus al in een vast contract voordat je het doorhebt. Ik wil jullie bedanken voor de aandacht en tot een volgende keer.